Het is 1955. Veendam bestaat 300 jaar. Er is een groots feestprogramma opgezet om dit eeuwfeest te vieren. De hele bevolking werkt mee en het worden de grootste feesten die Veendam ooit heeft beleefd. Veendam heeft nog geen carillon, maar geen nood. In het Julianapark staat een tijdelijk carillon opgesteld, waarop Bijadier Antonissen de feestelijke geluiden produceert die het feest openen. De bevolking reageert geweldig op de oproep van het feestcomité om mee te doen. Aan het Bochtoosterdiep is een oude tol in ere hersteld. En overal in Veendam zien we zaken die betrekking hebben op de historie. De eerste grote feestverlichting na de oorlog wordt ontstoken. Vooral het Bochtoosterdiep met de beide ophaalbruggen, de Veendersbrug en de Sarabrug, zijn bij avond aantrekkingspunt van lichtjes kijkende Veendammers. Voor de eerste keer wordt er een markt gehouden in Veendam op het Presenderikplein. Ver voor de oorlog was er ook een kleine markt, maar die is bij gebrek aan belangstelling verloren gegaan. Vlak bij het marktterrein de Kerkstraat West met de gadogarage. Tijdens de feesten wordt ook de Veendammer vlag voor de eerste keer ten doop gehouden. Twee blauwe banen met een witte baan en daarop het gemeentewapen. Oud-politieman Das wordt de marktmeester. Na de feesten besluit men om de markt permanent te maken en Das organiseert die markt vele jaren. Op het oude sportterreincentrum, langs de Van Beersijnstraat, is een groot concours hippiek georganiseerd. Ruim 15 jaar later moet het roemruchte sportterrein plaatsmaken voor een parkeerterrein bij het promenadewinkelcentrum. De muziekvereniging Voorwaarts marcheert voorbij de oude tribunes en het consumptiegebouw, in de volksmond de ijstent genoemd, omdat het sportterrein 's winters wordt getransformeerd in een ijsbaan. Ongeveer 8 jaren voor de komst van het draaiorgel Zwarte Doris is dit orgel tijdelijk in Veendam gehuisvest.
toch zijn vele inwoners van Venlo en Veendam te gast geweest toen zij door de Duitsers waren geëvacueerd. Nu, 10 jaren na hun vertrek, zijn de Venlonaren weer te gast in Veendam. Ze komen aan bij het station met een speciale trein en voor Hotel van Kreel overhandigt de burgemeester Hoogkamp zijn Venlose collega de nieuwe vlag en een gedenkboek. Burgemeester Van Rooij van Venlo biedt namens zijn stad een bank aan die gebouwd zou worden in het uitbreidingsplan Noord als dank voor de in de oorlog genoten gastvrijheid. De Venlose gasten maken met hun Veendamme gastheren een rondgang door de plaats, daarbij begeleid door het Venlose orkest en het Akkermansgilde. Twee grote carnavalspoppen, Valois en Gertrud, lopen in de optocht mee. Voor het gemeentehuis zijn er verschillende demonstraties. En dan gaat er iets mis met de camera van onze actieve filmer Jo Raukema. De beelden krijgen een slapstickachtig karakter. Maar om de unieke hoedanigheid van de opnamen zijn ze toch in deze filmreconstructie opgenomen. Op het nagelnieuwe marktterrein op het Prins Hendrikplein wordt een standwijkersconcours gehouden. Vooral door het mooie weer, dat die hele feestweek in de zomer van 1955 stand houdt, is de belangstelling van het publiek bijzonder groot. De verblufte Veendammers staan te kijken hoe ze op een handige manier worden geflesd. Een sinaasappelmelkapparaatje, een stukje stof waarmee je zomaar een aardig dameshoedje tovert, een allessnijapparaat, en nog veel meer wordt gedemonstreerd voor de feestende Veendammers. En dit alles speelt zich af voor het decor van een oude hoefsmederij van Dreesman.
Gymnastiek verbindt nog vele jonge Veendammers. Er is een gymnastiekdag en in keurige massaregie onder leiding van de gymnastiekleraar de heer Van Goor voeren de leerlingen van de Veendammers scholen een wervelende show op die je in latere jaren alleen maar meer op de tv te zien krijgt bij het openen van Olympische Spelen en zo. Alweer op het speelterrein Centrum voert de brandweer een slapstickachtige vertoning op. Voetballen en nat houden en het publiek amuseert zich. Een nieuw spel. Tonnetjes spuiten. Tonnen moeten zo snel mogelijk over een stuk rails worden gespoten. Het lukt niet altijd even goed, maar iedereen heeft lol en zo hoort het ook op een goed feest. Het is alweer 10 jaar na de oorlog, maar elk feest heeft zijn legerdag. Het is nog de tijd van de grote taptoes en Veendam maakt erop geen uitzondering. Helaas zijn er geen beelden van de avondelijke taptoe, maar wel van een kleine parade die 's middags langs het Oosterdiep bij Veenlust wordt gehouden. Thank you.
Hoogtepunt van de feesten is de grote historische optocht waaraan door veel Veendammers wordt deelgenomen. Men heeft nog tijd voor elkaar en voor het feest. Er is geknutseld en gewerkt en het resultaat is deze laatste dag van het feest te zien. De cameraman staat in een van de nieuwste straten in Veendam, de Vredenerslaan in Plan Noord, en laat de stoet aan zich voorbij trekken. Is lang. Maar overal staan de mensen in drommen langs de straten. Ook in de Kerkstraat voor de oude lagere school naast de kerk. Eerste grote vuurwerk sinds de bevrijding besluit het feest, dat geweldig is geslaagd en zelfs een financieel voordeel heeft opgeleverd waarvoor een carillon wordt aangeschaft voor de toren van de hervormde kerk. Als de laatste vuurpijl is afgeschoten, begint het te regenen en het feest is voorbij. Maar de herinnering blijft. Thank you.